Hallo, assalamu alaikum dames en heren. Een hele goede morgen. Ik ben van plan om zo meteen naar de natuurwinkel te gaan in mijn dorp. Een nieuwe fles appel cider wine te kopen. Sorry, appelazijn. Appel cider vinegar heet het. Dit is natuurlijk bio troebel. Heel gezond. Dit is een van de redenen waarom ik afgevallen ben. Elke ochtend zeg maar 1 theelepel appelazijn, de echte biologische zeg maar, in glas water doen en dan opdrinken. Dan ga je heel snel erdoor afvallen en sixpack krijgen. Vooral in combinatie met veel bewegen, zoals ik gisteren heb gedaan, en gezond eten. Hoewel ik wel moet toegeven dat ik ook een beetje cola heb gedronken gisteren, omdat het zo warm was buiten. Had ik zin in een lekkere, koele cola. Zeg maar, bij de Dirk had ik het gekocht, want er was actie, zeg maar. 8 voor 3 euro. Cola, Fanta en Fernandez. Kijk, deze was het. Vandaar. En ik had ook zo'n vlag gegeten. Kwark, sedortje. Ik ga even nu naar de natuurwinkel. Hi. Ik ga naar de natuurwinkel om een nieuwe van deze te kopen. Ik liep dus langs Arthur. Ik zet Bollestreek echt op de kaart. Gisteren zei ik dat ook tegen de gemeente. Dat ik zeg maar gratis vrijwillig promotie doe voor de Bollestreek. Voor het bedrijfsleven hier. Zodat mensen naar de toeristische sector hier komen. Toerisme, vermaak, vakantie, camping en zo. En ook geld uitgeven, zeg maar, in die lokale winkeltjes. Zodat ze er wat aan kunnen verdienen. Maar hier ben ik dus, Edelweiss, natuurvoeding. Ik ga deze inleveren, krijg een beetje statiegeld. En ik ga een nieuwe nemen. Hartstikke mooi. Hoi. Goeiedag. Dag. Kijk, hier is het. Die flesjes. Ze hebben echt goeie. Die kost 3,10 euro, maar een gedeelte van het geld is voor statiegeld. Moeizaam. Beetje afstand nemen. Kijk. Houd voldoende afstand van elkaar. Het is echt goede winkel. Natuurwinkel. Producten zijn een beetje duur, maar goede kwaliteit. Allemaal gezonde dingen, biologische dingen. Kijk eens aan, ik heb een nieuw flesje. Die andere heb ik ingeleverd. Die mevrouw vroeg of ik het eet of drink, want je kan het ook op sla doen en zo. Ik zei, ik drink het gewoon in water. Ze zei, hartstikke mooi. Alhamdulillah, dit feest ga ik thuis afleveren. Dan ga ik naar Leiden vandaag om halal vlees te kopen, want mijn voorraad is op. Binnenkort gaan we ook een buurtbarbecue houden. Dus ik heb een beetje lekkere vlees nodig. Oh ja, ik moet niet vergeten om een mondkapje ook te nemen. Yes. Hier is mijn mooie woning. Deze ga ik even in de keuken neerleggen. En dan ga ik met de bus naar Leiden, inshallah. Het is ook vrijdag, dus ik ga ook naar de moskee, inshallah. Om het vrijdaggebed te bidden. Hopelijk kan het nu wel. Ik hoop dat de moskeeën open zijn. Er zullen wel maatregelen zijn van kracht natuurlijk. 1,5 meter afstand houden. Ik weet niet of je je eigen gebedskleed moet meenemen. Tijdens Eid moest dat wel in sommige moskeeën. Ik ben benieuwd. Het is afwachten. We zien wel. Ik ga gewoon naar Imam Malik of Al-Hijra moskee. En daarna of daarvoor naar Mabruk en Zamzam XL voor het vlees. Ik ben blij dat ik tijdje terug 50 van die mondkapjes had gekocht in de Lidl. Of sorry, bij Dirk van den Broek hier vlakbij. Hiernaast voor 20 euro. Dus ik heb genoeg voor om elke keer eentje te gebruiken. Of eigenlijk twee voor de heen- en terugweg. Je kan ook eentje gebruiken als je één dag snel even op en neer reist. Hygiënisch. Maar ik gebruik meestal voor de zekerheid twee. Kijk eens aan. Deze ga ik in mijn broekzak, korte broekzak stoppen. En we gaan op pad, inshallah. Oké, let's go. Trouwens, mooie zonnebril, hè. Ik hoef niet weer te vertellen van wie ik die gekregen heb. Anders krijg ik weer jaloerse mensen.
Hoe dan ook, subhanallah, als je een bekendheid wordt, publiek figuur. Ik heb nu twee kanalen, die zijn allebei aan het groeien. Samen 3000 abonnees of meer. Bijna 3000 abonnees, dan zie je dat je meestal ook gelijk paparazzi, stalkers, haters erbij krijgt. Maar ja, overwegend positieve reacties. Fans en volgers, alhamdulillah. Op het goede en positieve moeten we juist focussen. Die paar haters, die heeft iedereen. We moeten gewoon negeren, rapporteren, blokkeren. Maar je ziet wel dat elke bekende figuren, vooral filmsterren en zo, daarmee te maken krijgen. En ik snap nu waarom mensen graag privacy willen hebben, privéleven willen leiden. Daarom zie je dat bekendheden van de overheid en mediawereld, entertainmentindustrie, film- en serieindustrie, muziekindustrie, dat ze zich soms zelfs zo ver gaan om zichzelf te vermommen, zeg maar. Ze dragen zonnebril of pet of ze gaan helemaal met capuchon op naar buiten om niet herkend te worden. Want ja, je kan last krijgen van allerlei hysterische fans of paparazzi's, fotografen en journalisten die je opwachten. Koninklijke familieleden van Engeland, die prins en zijn vrouw zijn zelfs gevlucht naar Amerika of Canada. Daardoor, ze hebben zelfs afstand genomen van hun koninklijke privileges. Omdat ze het zat waren, dat ze telkens in die tabloidbladen kwamen. In Engeland zijn ze nog erger in dat opzicht. Kijk waar we zijn, mensen. Dream Kebab. Onze vrienden van Dream Kebabs. Ze zijn vuilnis aan het ophalen. Moet ook gebeuren. Alles gaat uitstekend hier in Nederland. We merken er niks van, maar ik hoorde gisteren op de radio dat in Libanon, omdat er zoveel corruptie is, vuilnis werd zelfs hele lange tijd niet opgehaald. En je krijgt dan allemaal verderf en vuilnis en chaos in de maatschappij. Dat is een symbolische teken ervan. Snap je? Dan merk je hoe belangrijk het is dat in een land zelfs rioleringsstelsel en vuilnisophaaldiensten goed functioneren. We moeten daar dankbaar voor zijn dat het in Nederland wel goed geregeld is. Alhamdulillah. Maar het is lekker weertje vandaag. Ik hoop dat het niet zo warm wordt zoals gisteren en de dagen daarvoor. Misschien gaat het regenen in de namiddag. Zoals gisteren ook een beetje. Maar ik hoop niet dat het gaat onweren of te veel ervan. Kijk, postbode. Ik was dat ook een jaartje. Ik had ook zo'n vestje gekregen, zeg maar. Waarin je dingen kon doen. Leuk, man. Hé, mijn voormalige collega, alles goed? Ja. Hebben we nog steeds postbode? Ja, goed werken. Jij doet alleen op in het weekend, toch? Ja, alleen in het weekend. Succes, man. Ja, nice. Mijn voormalige collega. Aardige jongen, man. We spraken en zagen elkaar soms. En nu ben ik een professionele vlogger aan het worden, mensen. Influencer. Binnenkort word ik super rijk, zoals Enzo Knol. Mooie villa, vier vrouwen, mooie Ferrari of Porsche auto. Yo, ik mag wel dagdromen, toch? Fantasie erop loslaten. Maar nu wachten we gewoon netjes op de bus naar Leiden. De zomer is anders dan anders. Zalando. Yes, sure. Beetje ongepaste foto, die moeten we later retoucheren, bedekken. Die vrouw moet een niqab aantrekken. Op weg naar een avontuurtje, ik ook. Second love. Haram, mensen, haram. Flirten is fitna. Is niet alleen voor singles. Zij roepen gewoon op tot overspel en zo. Hè. Mag niet. Zinnen. Ontucht. Overspel. Helemaal uit een boze. B-love is nog erger. Want dan stimuleren ze. Promoten ze gewoon op de televisie gewoon biseksuele relaties. Maar second love is ook haram. Niet doen, mensen, niet doen. Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Zo'n selfstick is echt handig. Ik heb dit zo vaak gezegd, maar ik ben er echt blij mee. Kijk, wat een uitzicht. Wat een achtergrond. Prachtig. Het zonnetje schijnt. Heerlijk. Check hoe laat de bus eigenlijk komt naar Leiden. Ik kan ook naar Noordwijk, want daar is nu ook een Syrische levensmiddelen, islamitische levensmiddelen winkeltje bij die moskee. Die bus komt eerder, zie ik, om 11 uur. Het is nu 5 over half 11, zeg maar.
14 augustus 2020. Over 2 weken beginnen de scholen weer. Zomervakantie is bijna voorbij. En die 57, 90 gaat naar Noordwijk. Oké. 57 gaat naar Leiden. Die komt pas over 19 over 11. Dus over bijna een uurtje. Misschien ga ik in de tussentijd eventjes naar Albert Heijn dan. Even chillen daar. Even kijken. Albert Heijn is ook een mooie grote winkel. Recentelijk is het vernieuwd in mijn dorp. Ik ga meestal naar de Lidl, maar soms ga ik wel naar de Albert Heijn. Omdat het zo mooi is. A-merk heb je daar. Hè? Kwaliteitsmerken. Nederlandse winkel. Bakker van Manen heb je hier ook. Bekende bakker. Banketbakkerij. Kijk, we gaan nu de Albert Heijn in. Het is altijd wel lekker koel hier. Hoi. Hij verkoopt de straatkrant. Aardige meneer. Het is verplicht, zie ik, hoorde ik. Dan gaan we een karretje gebruiken. Is handig voor de 1,5 meter afstand ook. Oké, tot zover de Albert Heijn. Ik zag dat nog steeds een karretje verplicht is. Gelukkig nog geen mondkapje. Voor de rest, je mag niet. Zeg maar, als je over de poortjes gaat, door de poortjes, mag je niet in de supermarkt filmen. Dat wist ik niet, dus daarom had ik de camera uitgezet toen ik zeg maar op het punt stond om de supermarkt naar de poortjes daadwerkelijk binnen te treden. Monika's keuken, Pools restaurant, schoonheidssalon. Dat heb ik niet nodig, hè. Schoonheidssalon. Ik ben schoon genoeg van binnen en van buiten. Alhamdulillah. We gaan op de bus wachten. Is Dream Kebabs nog open of niet? Dream Kebab gaat om 11 uur open pas, denk ik. Maar die bus komt ook pas om 11 uur. Dus ik ga een beetje wachten tot die tijd. Ja, man. Hier is het altijd prachtig. Restaurantjes, terrassen. Bij de Witte Kerk, winkeltjes. Altijd gezellig en mooi. Kijk dan. Wauw. Totdat de bus gaat komen, over een half uurtje ongeveer naar Leiden, ga ik eventjes koffie drinken thuis. Want ik heb nog geen koffie gedronken. Alle poortjes gaan voor mij open. De man. Moet wel, hè? Alle deuren moeten voor mij open gaan. Inshallah ook de deur naar Jenna. Julia's. Ze hebben wel lekkere swills. Swills ijsjes hier, hè? Ik weet niet of het open is. Leiden Centraal is een van mijn favoriete plekjes. Rituals. Niet zo heel groot, die van Amsterdam en Utrecht is groter. Stations Den Haag ook. En hier gaan we weer uitchecken. Yes! Gewoon op legale manier.
Daar hebben ze een nieuwe Albertijn. Vroeger had je alleen de naast de ethos. Vroeger had je aan de andere kant gelegen. Nu heb je ook daar. Blijkbaar is er behoefte aan. Animo. Kijk, dat gebouw is nieuw gebouwd. Vroeger had je daar een Rabobank gebouwd. Alle schuld ligt bij de Rabobank. Bushaltes. Daaruit vertrekken alle bussen. Dus voorkant van station Leiden. Hartstikke mooi. Nu gaan we naar Mabroek. Straks naar de moskee voor het gebruik vrijdaggebed. Kijk, je kan nu hier pinnen. Hier zo. Zien jullie dat? Gewoon bij die hokjes, containers. We hebben niet eens het volledige gebouw nodig. Tegenwoordig is alles geautomatiseerd. Maar binnenkort krijgen we van geld, in plaats van geldautomaten, krijgen we één zo'n standaard gele automaat, zeg maar. Beter. Dit meisje keek, ze vond het leuk. Selfie stick van mij. Ze weet, ik ben bekende vlogger. Jumbo. Hier. Leiden, stad van ontdekkingen. Love Leiden. Studentenjaar, academisch jaar, begint weer bijna. Haverzakgang. Kijk, key to discovery. Nice. Symbool van Amsterdam is weg. I love Amsterdam. I am Amsterdam. We hebben daarvoor in de plaats deze in Leiden. I am Leiden. Very nice. I like it. Easy. Ik heb een beetje honger gekregen. Laten we wat gaan eten. Niet bij Domino's. Ook niet bij Unico. Ook niet bij Easy. Maar bij Eethuis AKL. Ze hebben een lekkere buffet hier. Een weekje, rijden alleen. Hoi. Een lekkere maaltijd mix besteld hier. Kijk. Open buffet. Lekker man. Wat vind je dan? Maar rotjo en alles gewoon extra om het te roken. Nee. Zo, ziet er lekker uit. Mashallah. Privacy van iedereen wordt gewaarborgd in mijn vlogs. En mensen die je niet opkillen, die worden niet geproduceerd. Mashallah. Is dat een goed kind? Een lekker diet. Oh ja. Oh ja. Nu herinner ik me het. Ik wil ook nog naar de kapper. Mijn haren zijn lang geworden. Het is wel mooi. Maar het is ook weer tijd om naar de kapper te gaan. Lekker netjes en frisjes. Kijk wat een mooie achtergrond. Hier, molen, bloemetjes, alles. Lekkere Italiaanse ijs. Prachtig Leiden. Mooi hoor. Kijk hoe druk het is in de winkelstraat. Wow. Academisch jaar gaat binnenkort weer beginnen. Extra studenten, ontgroening en alles. Introductiedagen.
ik ga dus zo meteen eerst naar de kapper. Ik heb lekker gegeten. Mijn akka al. Even mijn haren. Lekker kort. Lekker. Body and face. Beauty art. Heb ik niet nodig. Alleen kapper heb ik nodig. Daarna ga ik naar de moskee, inshallah. Het wordt een leuke vrijdag. Gezegende dag. Alhamdulillah. Mooie Leiden. Prachtige omgeving. Kijk dan, mensen zijn lekker aan het varen in het water. Mooier. Check die molens. Ik heb echt vaak gelopen in deze omgeving toen ik nog hier studeerde. Een aantal jaar geleden. Gedurende een aantal jaren. Ik woonde daar verderop. Daar waren hijabi zusters. Mashallah, ze herkenden mij volgens mij. Kijk, onze vriend van de politie. Naar deze gaan, eerste knipbeurt 10,50. Volgens mij is het mijn eerste keer hier. Kapsalon Picobello. We gaan verder. Dat was meer een vrouwenkapsalon. 3,14. No appointment needed. Haram. Mooie bloemetjes overal aan een lantaarnpaal. Kijk dan. Wauw. Hier verderop heb je wel meer kapsalons. Ik ga wel daarheen. Bij de allochtonen. Ik ken een paar bekenden daar. Vandaar. Ik ben blij dat het weer wat koeler is vandaag. Alhamdulillah. Beter dan eerst. Je hebt echt veel kapsalons hier in de buurt naast elkaar. Shaila, haarhuis. Het is meer voor vrouwen. Ik moet naar de echte mannen kapsalon. Voor de echte leeuwen. Je weet toch, het wordt tijd. Mijn haar groeien echt snel. Mijn baard is netjes, maar mijn haar kan wel wat korter. Vooral nu is het warm in de zomer. Het is netter en frisser. Nog een bioscoop. Daar heb je Lido en deze. Heel veel restaurantjes ook hier. De prijs bij die was 17,50, is een beetje aan de dure kant. Bij deze staat 13,50. Gaan we naar deze. De kapsalon is open. Het was 13,50. Kijk, ik zit bij de kapper. Ga lekker knippen. Zo meteen ga je dit verschil zien, inshallah. Kijk eens aan. Mooi. Ik ben net naar de kapper geweest, zoals jullie kunnen zien. Een groot verschil. Een paar jaartjes jonger geworden. Die kapper zei ook, mashallah, veel netjes, frisser. Vooral voor dit weer. Ik ben er echt blij mee, alhamdulillah. Nog knapper. Vier vrouwen, kom maar op. Ik heb eventjes geld gepind daar zo, want je kon niet pinnen in de kapperzaak. 10 euro heb ik wel betaald. Ik moet nog 3,50 betalen. 13,50, goede prijs. Het was een goede professionele Irakse kapper. Hij heeft echt snel geknipt, hè. Binnen 20 minuten heeft hij gewoon zo netjes gemaakt. Mashallah. Kijk, mooi gebouw hierachter. Volgens mij is dat gemeentehuis van Leiden. Hartstikke mooi. Leiden is echt een mooie stad. Mashallah. Overal bloemetjes. Wauw. Stad is gehoorzaam. Mashallah. Tabarakallah. Ik ga nu even naar mijn broek om vlees te kopen. En dan ga ik of naar de moskee of naar huis, inshallah. Lekker wandelen. Ik voel me echt fitter, hè. Buikje is bijna weg. Sixpack is er voor in de plaats gekomen. Mashallah, wat een strijder. Het lijkt wel George Clooney. Filmster of Tom Cruise. Mooie terrasjes ook hier. Mooi uitzicht. Stad van ontdekkingen, Leiden.
Turfmarkt. Daar is Mabroek. Nieuwe beestenmarkt. Slagerij Mabroek. Hebben we lekker boodschap gedaan bij Mabroek. Lekkere vlees en benodigdheden. Boes komt eraan. Dat is Mabroek. Mondkapje erbij pakken. We gaan richting Leiden Centraal. Dan gaan we naar huis inshallah. Of eerst naar de moskee. Ik zie dat het geregend heeft. Eindelijk verkoeling. Hartstikke mooi. Precies wat we nodig hadden.